Nou ja, je had tijd. Nee, ik ben, is leuk, ik ben medewerkster van de Stadsdriehoek, hè? Nee, ik ben gewoon vrijwilligster. Vrijwilligster van Stadsdriehoek? Nee, ook niet bij de Stadsdriehoek. Oh, dus van Wilskracht werkt. Oh ja. Wij worden gewoon uitgezonden overal waar eigenlijk wat te doen is. Oh, dus activiteiten net zoals dit. Maar ook voor, is het ook voor grotere activiteiten wel eens? Ja, ook net zoals afgelopen zondag bij Dunja. Afgelopen zondag bij Dunja, daar waren we ook. Dat is dan met blinde mensen begeleiden. Oh ja, begeleiding van, ja. Van blinde mensen, die willen daar ook wel eens naartoe, maar die kunnen niet... in een rolstoel. Ja, maar die kunnen niet met, dus blinden kunnen niet met de honden daar lopen. Honden worden vrij zenuwachtig. Oh ja, nee, dan worden die honden helemaal... ja, het is zoveel publiek en zo, dus... En harde muziek en zo, dan... ja. Maar lukt dat een beetje? Dat gaat lukken prima. Joh, hoe lang duurde dat al? Nee, nog niet zo lang, maar wel leuk. Nog niet zo lang? Nee. Oh ja, hoor, schat, is een jaartje of nee, twee jaar? Drie maanden pas. Oh, gaat best wel goed, toch? Ja, leuk joh. Ja joh. Nou, ga lekker verder met de limonade. Ik probeer de popcorn even te pakken te krijgen. Pardon? Pardon? Oh, we gaan nergens anders toe. Moment. Ja, even. Oh. Oh, gaat dat? Oké. Okay. Ja, dan doen we het zo. Ja, oh, leuk! Wat is er met Kobe? Hallo. Hallo. Mag ik uw naam? Ik heet Kobe. Kobe. Ja, Kobe, nog wat. Laat de rest maar zitten. Nee, ik ga niet helemaal naam zeggen, hè? Nee. Dus, als ik dat doe, dan zit je binnen 5 minuten bij me thuis. Oh, lekker poffertjes eet. Ja, is poffertjes aan het bakken. Hé, hey, luister eens. Ja. Even. Oh. Die foto's heb ik gemaakt. Ja. Zie je ze in de kort? Ja, gaat het zacht eruit in waarschijnlijk. De volgende, ja. Moet je een beetje meer publiciteit hebben. Ja, moest publiciteit, hè. Gaat ook om, hè. Oké, fijn om dat te horen. Ja. U bent medewerker van Wenk of van de, gaat het van Stadsdriehoek uit? Medewerker van Stichting Wenk, ik ben kinderwerker, want sociaal en cultureel werk. En ja, dat hoort bij de straatspeeldag, hoort, hoor je daar ook bij te zijn dan, hè? Oh ja, niet als vrijwilliger, maar als medewerkster van Wenk dan? Ja, nee, niet als vrijwilliger, nee. Nee. U werkt ook echt voor dat buurthuis, toch? Het is een buurthuis. Oh, ja, buurthuis, ja. Ja, we werken in 3 wijken, Stadsdriehoek. Kool en het Oude Westen. Daar... Nou, 3. Beetje veel, hè? Nou, valt wel mee, joh. We hebben heel veel medewerkers, dus het lukt wel. Oh, dan pluk je overal iemand vandaan en dan alles bij elkaar doen. En dan lukt dat wel. Net als met die activiteit met kinderen. Er zijn die 3 wijken, er zijn heel veel, ook veel kinderen en zo. Dus, In het Oude Westen heel veel, ja. Het meeste, geloof 200. Maar daar hebben we ook genoeg medewerkers voor, hoor. We hebben het verdeeld. Dus het is nu ook in alle 3 de weken, is het ook straatspeeldag. Dus in Kool en Oude West ook. Ook? Ook tegelijk met dit. Ja, ik heb gehoord dat het jaarlijks gehouden wordt als protest voor, tegen de onveiligheid op straat. Dus kijk maar, want ook bord, we hebben daar een bord gemaakt van Nationale Straatspeeldag voor Kinderen. Oh. Als je daar kijkt, dan zie je het. Hoeveelste keer is dit al? Oh. Ja, dat wist die andere meneer ook niet. Ik weet niet of jij, of u het weet. Dat had jou al Tilla moeten vragen. Nee, hoeveelste keer weet ik. Ja, die meneer werkt hier 7 jaar voor Wenk ook, maar... Wenk bestaat 7 jaar. Oh, die meneer. Ik werk ook 7 jaar voor Wenk. En daarvoor werkte ik voor het wijkgebouw Stadsdriehoek als sociaal-cultureel. Oh ja, als kinderwerk. Hij was al voor zijn tijd bezig, geloof ik. Ja, ja, klopt, ja. Dat ja. Oh ja. Oh ja, het is een goede dag, dus alle kinderen. Ja, zeker. Ze zijn al vrij. Doei, ga even drinken aan het begin. Bye. Wat moet jij dat doen? Nee, maar ik ga gewoon even lekker. Nou, bak lekker poffertjes. Zal ik doen? Oké.
En verder veel plezier nog. Dankjewel. Okay, doeg. Leeuwtje? Ja? Hoi, ben je Leeuwtje? Mooi, hè? Ja. Heb je in de spiegel gezien? Ja. Heb je in de spiegel gekeken? Ja. Joh, ben je er zelf van mooi, hè? Ja. Ja, leuk. Wat ga je nog meer doen? Even kijken, want mijn mama moet eigenlijk even een kaartje kijken, wat je al gehad hebt. En dan kan je daar kijken en dan zetten ze een kruisje voor je en dan rijdt en siroop staat er nog en zo. Sminken, dan hebben ze een kruisje. Waar ben je nou geweest? Je kan nog heel veel doen, hè? Ja. Ja, oké. Okay. Veel plezier, hè? Oké, okay, dankjewel. Doei. Je hebt gelopen 5 plus 7, hier is 8 punten. Nee, je mag niet, dan moet je een keer gooien. Ik heb het ook!